mensen, tot in deze video. Mijn naam is Westie van Westboor 1999. Met we vandaag de Paxvolle manager weer. En we hebben vandaag de halve finales tegen Benfica. Van de Champions League. De vraag is: gaat de droom werkelijk werkelijkheid worden? Gaan wij de finale bereiken van de Champions League? Met een sterke elftal, dat zeker. Heel veel jonge spelers. En we gaan zien wat het wordt. Deze eerste wedstrijd tegen Benfica in de halve finale. We gaan het meemaken. We gaan beginnen aan de wedstrijd. We hebben ook in deze aflevering de tweede wedstrijd. De tweede halve finale. En mochten we hier doorheen komen. De volgende aflevering. De laatste wedstrijd met Pek Zolle. Want we gaan vertrekken. Dat is wel één ding wat zeker is. Dan is dat de finale van de Champions League. Onze laatste wedstrijd als manager van Zolle. Want we gaan vertrekken. Of naar binnen Nederland. Of buitenland. We gaan het zien. Wat voor clubs geïnteresseerd zijn. Ik wil op zich binnen Nederland nog een stap maken. Benfica komt hier met de eerste kans en het is ook gelijk raken. Het is 1-0 voor Benfica. Onze ploeg staat achter. Di Maria met zijn doelpunt. Bal naar voren gepeerd. De bal komt hier aan. De bal van Martens. Gorlicz. Van den Belt. Van den Belt raakt de bal net niet. De bal is nu weer voor Benfica. Letjert. Goed onderschept hij de bal voor Klaassen. Goed. Van den Belt. Van den Belt wordt daar allemaal uitgehaald. Mag doorgespeeld worden. Huberts. Goed. Huberts. En de bal net over. Komt er nog een kaart aan. Ja. Een gele kaart voor Oud-Vijndor. Ook een koktjoe. Doet dat wel uiteindelijk gewoon voor Mavica. Na 20 minuten spelen nog steeds. Dus 1-0 de achterstand voor Peksvolle. We we kijken waar het uh, gaat eindigen. Deze eerste halve finale. Wil je natuurlijk niet verliezen. Ook nog thuis. Hier komt nu Neres. Hier komt er een kans voor Benfica. Neres. Neres wordt aan de bal gezet. Gorlic nu. En de bal hier voor Dix. Goed naar voren gepeerd naar Ali. Kan de bal niet goed opvangen. Maar hij hier de bal. Goed gedaan op Jurassic. Nu Ali die eruit. Dus Ali loopt er een speler vrij daar in het midden. Ali nog steeds. Hij gaat de bal voorgeven. Dat doet hij op een verdediger van Benfica. Nu gaat hij de andere kant weer op. Joao Marrero. Half uur te gaan, half uur gespeeld. 1-0 nog steeds de voorsprong voor Benfica. Di Maria, Joacek, Di Maria, Joa, Mario, Cabral. Gevaarlijk uitbaken nu Cabral. Martens in de achtervolging. Martens. Doet het nog eigenlijk niet goed. Joa, Joa Mario. Nog steeds Benfica, gevaarlijke kans. Klaassen onscherpt uiteindelijk goed. En dan komt er een uh, countermogelijkheid voor Pekscholle. Hier met Ali. Vindt Huiberts. Huiberts, zo vlak voor rust Komt er een kans voor een gelijkmaker. Lennart -T, De man die dit zo goed speelde dit seizoen in de Champions League. Hier de kans voor Huiberts en de redding van de doelman. Dan zit het ook niet mee. Tussen de tweede helft. dan steeds de 1-0 achterstand. Bal hiervoor Van den Belt. Van den Belt. Lopjes goed richting Ali. Komt er dan ook een goede voorzet uit. Het kappen en voorgeven. Gebeurt dat dan ook? Ali gaat zelf nog steeds. Ali nog steeds voor eigen succes. Geeft dan van den Berg. En de redding en de rebound gaat erin. 1-1. Thomas van den Belt. Keeper laat los. En hij kan er binnen schieten. Thomas van den Belt. 1-1. Zwolle bij Vika. Hier thuis voor Pek Zwolle komen we op gelijk maken. 1-1. Tuurlijk, de uiterste Portugal is uh, lastig. Moet ons staan zien te houden. Ook nu nog steeds. Want hier komt Neres eruit. Neres. Letchert in de achtervolging. Die heeft hem goed onderschept. Letchert van den Belt. Nu de andere kant weer op. Davy Klaassen. Lenartie. Komt er aan een voorzet. Lennartia ja, zeker Op Ali. Daar kan hij wat mee doen. Ali. En de redding. Maar die bal gaat erin. In de kluts. En het is 2-1 voor Zwolle. keeper raakt er nog aan. Vraag maar of wie het naam die komt. Van het doelman of van Ali. Het maakt niet uit, het is 2-1. en Dat is het belangrijkste. Tussen de vijf en zes minuten. Nog steeds die 2-1 voorsprong voor Zwolle. Zwolle lijkt het gelicht te zien te hebben. En die blunder van de doelman. Na twee keren. Eén keer liet hij de bal los. En één keer door hem in eigen doel. En hier weer een blunder van de keeper. 3-1 voor Zwolle. Thomas van den Belt alweer zijn tweede in deze wedstrijd. Ja, deze thuiswedstrijd van Zwolle heeft later beslist in de tweede helft. Dat de keeper toch heel veel blunders heeft gemaakt. Want daar vielen de doelpunten uit voor Zwolle. Zwolle stond goed op de momenten waar het moest en daardoor 3-1 dus de voorsprong. Vijf doelpunten in 15 wedstrijden in de Champions League. Het wordt Thomas van den Belt. Omtussen bij Vika jacht naar een 3-2. Om nog wat spannender maken, sowieso niet uit de strijd. En dat gebeurt niet, want de renning is van de doelman. Goed gedaan. Catalaan komt erin voor Davy Klaassen. Laatste vijf minuten 3-1 voor Zwolle. De bal wordt die onderschept uiteindelijk hier de bal bij Huberts. Van Den Berg. Kitelano. Goeie lop richting Ali. Jazeker, Ali. Hier kan een kans komen voor een 4-1. Maar de bal in de redding van de doelman, Trubin. De 1 de de tijd zit er ook alweer zo'n beetje op. En dan gaan we hier 3-1 eindigen. Dan gaan we met een goed gevoel naar de uitwedstrijd tegen Mevica. We hebben natuurlijk al wat eredivisie een eerderwisseling tussendoor. Die gaan we gewoon snel simuleren. Want de Eredivisie moet op zich nog te doen AZ. Of gaan we daar de hoogtepunten van doen? Wat zullen we doen tegen AZ? We reageren op berichten sowieso eerst. Um, even kijken. Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen. Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Uh, we gaan even wat aanpassingen maken. Kastijos speelt en hier speelt uh, De Vries. En hier doen wij. Uh, even kijken wie doen we hier van Polen. Zetten we weer een keertje in de laatste Eredivisie wedstrijd van het seizoen. Tegen AZ, Alkmaar. Met wat aanpassingen ook, natuurlijk, met het oog op de tweede wedstrijd tegen Benfica. We gaan het zien. We gaan de hoogtepunten spelen van deze wedstrijd tegen AZ. Hop op een goede afsluiting van het seizoen. Tegen Alkmaar dus. En uh, onze laatste Eredivisie wedstrijd ook voor als, mede als trainer van Zwolle. We krijgen wel een staatsvoetbal gelijk. Hier de bal. Lennart T. tegenover Ryan. En het is Lennart T met de 1-0 voor Zwolle. Nu 32 minuten komt de vrije trap voor AZ. Hier met Utgaard. Utgaard. Utgaard en Mirovic. Het wordt Mirovic. Klein paasje, maar dat wordt onderschept door Zolle. 30 minuten kans nu voor Zolle. Met een uitbraak hier met Kitolano. Kitolano. Goeie paas. Leonard Goeie Goede steekpas, Reinders. Reinders. En de redding van de doelman en de bal. uiteindelijk. Uh... Jammer genoeg niet verder mee, uh, niks verder mee gedaan door Zwolle. Nu de kans voor AZ hier met een aanval van Bommel. Goed uh, gezet door Van den Berg. En dan komt er een serieuze kans aan voor Zwolle. Voor een, uh, voor een 2-0 voorsprong. Maar die bal gaat naast. vlak frust, 44 minuten. Een uh, kans voor Zwolle met een hoekschop. Kitalano hier de bal doorgekopt. En dan eigenlijk de redding van de doelman daar. Op het schot van een uh, per Zwolle speler. En nu komt er in de tweede helft ondertussen al 56 minuten een kans aan voor AZ. Odgaard nog steeds maar 1-0. Nog steeds maar 1-0. Maar een goede redding van de doelman. Zorgt ervoor dat wij op 1-0 blijven staan. Nu komt er een vrije trap aan voor AZ. Hier met Odgaard. Opnieuw Odgaard met de vrije trap. En de bal in de handen van Schendelaar. Opnieuw de laatste 10 minuten aanval voor AZ. Buurmeester. Buurmeester. Pavides. Pavel druk wordt hier gezet. Goed gedaan, waardoor de bal uiteindelijk dus hier voor de Vries is. In ieder geval nog voorgepeerd in één keer. Kan er misschien nog 2-0 worden voor Pexvolle? Dat lijkt er misschien wel En het is Castaños die scoort. Het is 2-0. En er lijkt getwijfeld over mogelijk dat wij de laatste wedstrijd van het Eredivisie seizoen gaan winnen. Als manager van Zwolle zijnde. 2-0. Komt hier nog wat uit? Misschien nog een counter, misschien zo nog een 3-0. Rijnders? Nee, het is dus klaar. We winnen! Met 2-0 de laatste Eredivisie wedstrijd van dit seizoen. De laatste wedstrijd als trainer van de Eredivisie. Bij Pekzolle in ieder geval. Uh, we gaan door naar de tweede wedstrijd tegen Benfica. We hebben nog een belangrijke wedstrijd gaan. Deze. En als we deze winnen. De finale. De belangrijkste wedstrijd van het seizoen. We gaan dan zien waar het toe gaat eindigen. Moeten we deze wel goed winnen. Goed we hebben vorige keer 3-1 gewonnen. Maar goed. Het is nu een uitwedstrijd. En die zijn altijd, maar ook echt altijd lastiger. We gaan zien wat we doen tegen Benfica. Dit is misschien wel maar we spelen de hoogtepunten. En na 5 minuten komt Béfica al gelijk met de eerste serieuze kans. Ausnus. Speelde de bal toch steeds druk naar achteren. Ze weet niet echt hoe ze naar voren moeten komen. Ottamendi. Bah, ba, ik goed als we ervan belt. Die hem goed onderschept. Verder minuten te lang gewacht. Toch weer een kans. Hier met Orkan Kokchu. Cabral. Cabral, met, leek van de bal gezet te worden. Maar de is het is nog steeds voor de Benfica. Jurasek. Jurasek die komt daar langs. Gevaarlijk spel nu. Dan moet Paxvol wel op reageren. En dat doen ze ook. Wat schendt Lared. Ondertussen, tweede helft, vijfde minuut. Vrije trap voor Zwolle. Kersten met de vrije trap. Dix van den Belt. Wat eigenlijk weer onderschept. Tussen 56 minuten, een kans voor Benfica. Dan zit hij bij 0-0 stand en een 3-1 van de vorige wedstrijd. Deze stand gaan wij gewoon door naar de finale. Ja, Benfica krijgt hier nu weer een serieuze kans. Die gaat hij er wel in. Het is de 1-0, 2-3 nu in totaal. Wordt spannend gemaakt. Het gaat spannend worden. 58 minuten, nu komen wij met een kans voor een aanval. Drioits, Ali. Ali hij raakt de bal kwijt. De bal zit weer voor de tegenpartij. Nu komt er ook een aanval. Minuut 71 voor Benfica. Bijna steeds de 1-0 voorsprong voor Benfica. Maar wel de 3-2. Nog steeds voor ons. Dus bij deze stand gaan wij nog steeds door naar die finale. Maar Benfica is sterker. Dus dat is zeker waar in deze uitwedstrijd. Nu krijgen wij in minuut 75 opnieuw de kans. Omdat wij de bal verder daarvoor, daarvoor onderschept hadden. Bal hier voor Klaassen. Klaassen. Lennart draait goed weg. Lennart die moet hij voor het 1-1 gaan. En dat gaat hij niet. De bal net naast. En dan komt er nu een aanval voor Benfica. 77e minuut. Gevaarlijk spel. Joa Mar Mar Marero. Ausnus hier. Ausnus onderschept goed door Kersten. Nu misschien weer een serieuze mogelijkheid voor een counter. Castanhos. Drieuits. Drieuits. Castanhos. En de renning weer van de doelman. Maar dan is het klaar. En dan verliezen we met 1-0 deze wedstrijd. Maar gaan we wel door naar de finale van de Champions League. Door de 3-2 in totaal gaan wij spelen tegen AC Milan. Weer een bekende. Ook al bij de spelersqueer mode spelen we tegen AC Milan in de finale. En ook, we hebben AC Milan managerqueer mode. Het is wel allemaal toevallig. We gaan het zien de volgende aflevering. De wedstrijd tegen AC Milan. De finale van de Champions League. 3 iets um, is verkocht. Die wou weg. Omdat hij niet genoeg kansen kreeg schijnbaar. Dus die, die hebben ze volgend seizoen niet meer. Maar wij gaan kijken wat het wordt de volgende aflevering. De finale van de Champions League. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik uh, later. Doei doei.